Hi, ik ben Dolf Rusink, journalist bij Tubantia en ik zal in de komende weken en maanden regelmatig aandacht gaan schenken aan Stork. Ik ben op dit moment de oudste journalist bij de krant, maar ik leid gelukkig niet aan metaalmoeheid. En dat is als je over Stork gaat schrijven natuurlijk een pre. Het is vooral een beetje mijn taak om de lezers heel erg te betrekken bij de voorstelling. En dat betekent dat we ook regelmatig wel een oproep zullen gaan doen. Ik moet even terugdenken aan vorig jaar toen het verzet kraakt in Almelo was. Toen hebben lezers van de krant bijvoorbeeld op voortreffelijke wijze aangegeven hoe ze in de Tweede Wereldoorlog gegeten hebben en wat ze op tafel brachten. Nou, ongetwijfeld zal er ook nu bij Stork zoiets gaan gebeuren. Ik zou zeggen, volg de krant en volg onze site.